De eerste tiny houses in Malden zijn geplaatst. Aan het Droogse Hof in Malden worden in totaal 18 tijdelijke tiny houses geplaatst. Deze kleine huisjes zijn in totaal 39 vierkante meter groot. In september werd begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van de tiny houses. De huisjes worden zogenaamd prefab gemaakt. Wat betekent dat de huisjes bijna volledig afgebouwd op de Droogse Hof aankomen. De plaatsing van de woningen zal daarom maar 3 dagen in beslag nemen.